Het historisch pand aan de Prinsessenstraat 47, dat eigendom van Stadsherstel Paramaribo, is gerestaureerd en gisteren opgeleverd. Het gebouw, dat het eigendom was van Koenraad Jacob Johan van der Kuip, is in 2020 overgedragen door erfgenamen aan Stadsherstel Paramaribo. Stadsherstel Paramaribo is een restaurerende onderneming die historische panden aankoopt, restaureert en op duurzame wijze exploiteert. Het doel is om het gebouwd monumentaal erfgoed in Suriname te behouden. De restauratie van het gebouw aan de Prinsessenstraat begon in januari 2022. Kenneth Wuyasoy, directeur van Stadsherstel Paramaribo, zegt dat de organisatie meestal de gebouwen koopt. Echter vindt hij het uniek dat het pand aan de Prinsessenstraat is geschonken aan de organisatie. In de afgelopen jaren heeft de organisatie gewerkt aan de restauratie van 5 historische panden. De eerste staat hier eigenlijk 2 huizen verder, aan de Prinsessenstraat nummer 43, waarin nu het Cotto Museum al, ik denk, een jaar of 7 gevestigd is. Wij willen zo verder gaan. Alleen wij verwachten veel meer ondersteuning van derden. Niet alleen van de overheid, maar ook van de samenleving zelf. Daarom zei ik net, het is uniek dat dit gebouw door de erfgenamen aan ons geschonken is. Het ging om 21 erfgenamen die in 4 verschillende landen wonen. En die zegt op een gegeven moment, dat zou zonde zijn als het gebouw, het huis, dat wat door onze opa is gebouwd en waar we zelf als kinderen en als kleinkinderen lange tijd van hebben genoten, dat tegen de vlakte zou gaan. En wij gaan op deze voet verder. Wuyasoy vindt het geweldig dat bepaalde monumentale overheidsgebouwen worden hersteld binnen het PURP-programma. Dit programma wordt met een lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank uitgevoerd. Echter vindt hij dat particuliere initiatieven ook moeten passen in dat grotere geheel. Wuyasoy vindt dat het geld dat geleend is ook gebruikt moet kunnen worden om de particulieren een duw in de rug te geven. En we hebben niet direct geld gevraagd. 2 voorstellen zijn gedaan. 1, maak een fondsje en breng het onder bij een bank of een financiële instelling, waardoor we tegen een zachte rente geld kunnen lenen om ons werk te kunnen doen. Op dit moment betaal je 9 à 10% als je een euro of US dollar lening of hypotheek wil nemen bij de bank. Een zachte lening zou betekenen dat je misschien 2-3%. Tweede, wat voorstel we deden van, als we zoiets gaan doen, dan moeten we het pand in ons bezit hebben. Dat betekent dat er een overschrijving moet plaatsvinden van de vorige eigenaar, of je het nou krijgt of koopt, naar ons toe. En daar moet je 7% zegenrechten over betalen. Ik bedoel, als je ons initiatief waardeert, schenk ons dan die zegenrechten. Laat ons de categorie zijn die dan die zegenrechten niet hoeft te betalen. Dat is allemaal geschrapt. Dus eigenlijk zijn wij zelf teleurgesteld in de overheid als het gaat om ondersteuning van dit soort initiatieven. Wuyasoy zegt dat het pas gerestaureerde pand nog geen bestemming heeft. Echter wijst hij erop dat er wel een paar aanvragen zijn voor de verhuur van het gebouw.